YouTube toets. Like deze video sneller dan dat ik hel als een baby voor een 10. Ja. Dat was ongemakkelijk. Het hele leven van 0 naar 100. Willen we een jongen of een meisje zijn? Ik ben een jongen. Oké, volgens mij is dit het moment. Baby Job. En geloof het of niet, maar we kruipen al naar ons eerste jaar. Daar hebben we onze ouders. Oké, we kunnen naar onze vader kruipen. Of we kunnen naar onze moeder kruipen. En dit bepaalt dus eigenlijk, zijn we een papa's of een mama's kindje? Laten we naar de moeder kruipen. Maar we gaan dus nu al naar ons tweede jaar. En wauw, we zijn groot. Of nou ja, groot niet echt. Oké, we moeten proberen om bij onze moeder te komen zonder dat we tegen ons speelgoed aanbotsen. 3, 2, 1. Ja! En de tijd gaat mega snel, want we gaan alweer naar ons derde levensjaar. En oh my gosh, volgens mij leren we lopen. We zijn eigenlijk al lang geen baby meer. Geloof het of niet, maar we zijn 5 jaar. Het is lunchtijd. En achter ons zit een meisje, wat we volgens mij wel leuk vinden. We kunnen vragen of ze met ons wil lunchen of alleen eten. Nee, laten we haar uitnodigen. En haar antwoord is ja, dus we klappen. Ah, kijk hoe schattig. Oké, we gaan dus nu rechtsaf, want dat is het leuke in dit spel. Elke keuze die je maakt, bepaalt waar je uiteindelijk terechtkomt. En in dit geval is dat op de wc, die wij helemaal moeten schoonschrobben. Ik vind het eigenlijk best satisfying. Ik heb het vaker gezegd, maar schoonmaken in het echt is niet per se leuk. Maar vreemd genoeg in een videospel wel. We gaan naar onze 7e jaar kamperen. Maar wat gaan wij doen? Willen we gaan zwemmen? Of willen we gaan vissen? Vissen lijkt me eigenlijk wel leuk. Misschien vangen we het monster van Loch Ness. Of mijn oma. Is eigenlijk hetzelfde als het monster van Loch Ness. Nu, 3, 2, 1. Oh, we hebben onze eerste vis gevangen. En nu komen we dus weer bij een jaar. Waarbij we twee wegen hebben. Oké, we moeten iedereen proberen te tikken. Oké, we hebben de eerste persoon. Dan gaan we naar beneden voor de tweede. En dan pakken we deze, dat is de derde. En we gaan linksaf. We zijn al 9 jaar. Oké, we zitten hier op onze kamer. En volgens mij is het Halloween. We openen de la. En we kunnen als banaan of als clown verkleed gaan. Wat vind jij? Oké, we gaan verkleed als banaan. Oh, dat is geniaal. Oh, kijk, dat is perfect. Want onze vriendin of het meisje wat we leuk vinden is een aardbei. Oké, dus nu lopen we buiten. En tijdens Halloween is het natuurlijk de bedoeling dat je snoep verzamelt. En we kunnen twee huizen kiezen. Het mooie huis of het enge huis. We gaan voor het enge huis. Volgens mij is dat een dom idee. Maar beoordeel een boek niet op zijn kaft. Oké. Oh, dat is zo creepy. Oh, maar we krijgen kapot veel snoep. Moet ik nu blij zijn of bang zijn? Ik weet het niet. Maar we zijn 10 jaar. Met andere woorden, we zijn op 10% van ons leven. Ik denk niet dat ik in deze video de 100 jaar ga halen. Maar ik ga in ieder geval mijn best doen. Oké, hier leren we zwemmen. Kijk, nu kunnen we zelf zwemmen. Oké, we zijn 11 jaar. En oh my gosh. Ik zei het natuurlijk net al, maar ik vind eigenlijk schoonmaken in videogames best wel leuk. Nou, nu moeten we de voorkant nog even doen. Kijk eens aan. Over een paar jaar zijn we al volwassen. En de auto is schoon. En we worden weer een stuk je ouder. 13. Oké, we komen binnen in onze school. En wat gebeurt daar? Er zijn een hoop leerlingen. Alleen daar is een pestkop die ons laat struikelen. We kunnen twee dingen doen. We kunnen weglopen. Of we kunnen hem een lesje leren. Ja, dat is de keuze die ik heb gemaakt. Oh. Oh, snap. Oh, nee toch. Dat meen je niet. Oké, let's go. Oké, dit is niet de juiste keuze. Voor alle duidelijkheid, oké? Hey, dat was een goede keuze. Ik bedoel, we hebben gewonnen. En we zijn nu echt gewoon die bad guy, hè? Oh, wat? We hebben een vriendin. Ik bedoel, hey, vecht is niet goed. Maar in dit spel, oké, we gaan naar het meisje toe. Dat is hetzelfde meisje met wie we net samen wegliepen. Alleen volgens mij is dit het moment waarop we haar echt een soort van mee uit gaan vragen. Oké, we zijn er. Oh, snap, wat gaat er gebeuren? Oh, nee, ogen dicht. Dit is privacy. We zijn 15. Oké, we liggen lekker in ons bed. Besef dat we een paar minuten geleden nog een baby waren. En nu hebben we ons eerste schoolgevecht. Onze eerste kus. Alles al gehad. We kunnen naar school. Of we kunnen spijbelen. Oh! Oké, luister. Het is een spel. Dus weet je wat? We blijven lekker liggen. In plaats van naar school, spreken we af met onze vrienden. En waarschijnlijk gaan we kattenkwaad uithalen. Tenminste, ik heb zo'n voorgevoel. Oké, dat is onze vriendin. En we gaan met z'n allen het bos in. En we zijn 16 jaar. Let's go! We zijn in het bos. En we staan bij het water. Oké, we springen er met z'n allen in. Oh, is dat wel handig, jongens? Ik vind het eigenlijk een beetje creepy. Nu moeten wij zeker kiezen of we hetzelfde doen. Gaan we springen of niet springen? We gaan springen. Oh, snap. Oh, snap. Oh, ik hoop maar dat dit goed gaat. Moet ik nog ergens rekening mee houden of hoef ik alleen maar toe te kijken? Oh. Ik hoef alleen maar toe te kijken. En we zijn 17 jaar. We zijn bijna volwassen. Oké, we zijn lekker aan het gamen op onze computer. Onze vriendin staat achter ons. En volgens mij wil zij iets leuks doen. Alleen wij zijn veel te druk met gamen. Oh, ze is geïrriteerd zelfs. Oh nee, ze gaat toch niet de stekker eruit trekken. En we zaten te gamen. Nu moeten we helemaal opnieuw beginnen. Oké, we kunnen twee dingen doen. We kunnen haar een knuffel geven. Of we kunnen haar negeren. Ja, ik ben eigenlijk wel een beetje boos, weet je. Dus ik ga je nu ook wel even negeren gewoon. We doen gewoon de stekker er weer in en we gaan verder gamen. Oh, we zijn eigenlijk best wel gemeen. We gaan van 17 ineens naar 20 jaar. Dat betekent dat we er een stukje volwassener uitzien. Maar nu wordt het belangrijk. We zoeken namelijk een nieuwe date. Oké, weet je wat? Nee. Ik wil niet met jou op date. Met jou? Nee, sorry. Ook niet. Met deze gorilla? Ja. Weet je het zeker? Ja.
Oh, dit is denk ik niet een goede keuze. Oké, we gaan nu rechtdoor. En we zijn dus 21 jaar. Maar je kon dus net zien dat er superveel verschillende wegen waren. Dus waarschijnlijk elk meisje wat we net konden kiezen, had ons een ander leven gegeven. Maar wij zijn dus gegaan voor een gorilla. Oh, dit is zo geniaal. Hé, ik moet zeggen, het ziet er wel kapot gezellig uit. Oh, iedereen is ook gewoon bang. Dat is wel een voordeel. We hoeven nooit meer ergens in de rij te staan. Zie je het al voor je dat je bij de kassa staat en er staat ineens een gorilla achter je? Dude, je rent weg. Kopen we een ketting voor onze vriendin of bananen? Dude, het is een gorilla. Ik denk dat we bananen moeten kiezen. Oh, hé, dit is ook nog een voordeel. Bananen zijn wat goedkoper dan juwelen. Yes! Volgens mij was het nemen van een gorilla vriendin de beste keuze die je kan maken. Oké, we zijn 23 jaar en we lopen samen met onze vriendin op onze vriendin gorilla op een onbewoond eiland. Het is best wel romantisch zelfs. We genieten van het uitzicht. En we zitten lekker in een grot te chillen. Volgens mij hebben we het best wel naar ons zin. Alleen we hebben best wel trek. Gaan we voor een kokosnoot? Of gaan we een vis vangen? Nou ja, we hebben natuurlijk leren vissen toen we jong waren. Dus ik denk dat een vis vangen wel moet lukken. We hebben er letterlijk een met onze handen gevangen. We zijn een beast. Of eigenlijk is onze vriendin een beast. Het is letterlijk een gorilla. En we zijn 25 jaar. Wacht, waarom stopt de route hier? Wacht even. Oh, ik word ineens heel erg bang. Ga me nou niet vertellen dat we een heel kort leven gaan leiden, omdat we een soort van foute keuzes maakten. Oké, we gaan trouwen met een gorilla. Oh, dit is zo gaaf. Alle dieren zijn erbij. Oh, wacht even. Maar is dit dan het einde van ons leven? En we leefden nog lang en gelukkig. Oh my gosh. Wat? We zijn 25 geworden. Ben je serieus? We zijn $0 waard. We hebben geen carrière. En we waren niet echt blij. Trouwen met een gorilla was niet echt slim. Moet ik dit spel nog een keer spelen, maar dan compleet andere keuzes maken? Om te kijken waar we uitkomen, hoe oud we dan worden? Laat het weten. Tijd voor een ander spel. Oh, wacht. Komen dichterbij. Je kunt zeg maar aan die balkjes boven de hond zien of je in de buurt bent van iemand die zich niet aan de regels houdt. Wat heeft dit meisje bij... Oh, Bas. Jongens. Ik bedoel, we moeten je denk ik arresteren. Tenminste, ik denk het niet. Ik weet het wel zeker. Nice. Mijn naam is Drew. Zo heet ze helemaal niet. Ze heet Evelyn. Ze zegt ook voor de rest helemaal niet waar ze vandaan komt. Maar goed, liegen over de naam is al voldoende voor een arrestatie. Je weet dat je de verkeerde persoon hebt, toch? Zegt het meisje die net over haar naam loog. De naam die je opgaf komt niet overeen met het paspoort. Ze is zo echt zo van, wat? Hoezo? Je bent fout bezig. Haha, niet erg. Laat me gaan. Wat? Nee. Haal haar hier weg. En we hebben weer iemand gearresteerd. Maar het leukste vond ik misschien wel naar die school gaan. En daarom zijn we in de klas. En we kunnen huilen. Of iets gooien. Even op de laptop. Ik heb zelfs een fidget spinner. Maar ik kan ook. Oh my gosh. Beatboxen. Of wat dacht je van? Een mega feestje in mijn eentje. Oeh, ah. En ik kan zelfs als enige door de klas heen lopen. Dit kost best wel veel punten. Maar ik sta op het hoofd van de juffrouw. En ik kan hier heel de klas zien. En voor 25 Robux kan ik mega boos worden. Oh my gosh. En als ik wil, kan ik zelfs naar buiten. Als de enige. En alles wat ik nu doe, gebeurt dus in de klas. Terwijl ik daar niet ben. Dus wat dacht je van? De vloer is lava. Oh my gosh. Je ziet letterlijk dat er lava in de klas ligt. En ik ben daar geen eens. Maar om het een beetje goed te maken met de klas, een pizzafeestje. Laat in de comments je favoriete pizza topping weten. Want met een dansje erbij is het vast nog lekkerder. Ik hoop dat ze niet meer boos zijn om de lava.